De Koolstofkring is een onderneming die advies geeft en producten levert om uw bedrijf te ondersteunen. Met als resultaat dat de weerstand in de kringloop op zo'n hoog niveau komt dat het verdienmodel en werkplezier optimaal wordt. Zo is er onder andere impactpoeder voor de nodige koolstof, C-crop voor het herstellen van de mineralenbalans, Healthy Box Powder, een boksen instrooimiddel, en Stimulus, een bladvoeding op basis van aminozuren. Menig boer heeft er baat bij, zo ook Chris Verschuren in Rijsbergen. Hij gebruikt 3 producten, waarvan impactpoeder het langst. We doen dit al rond de 20 jaar. En ik ben ermee begonnen, omdat ik toch, ik ben altijd al met bodem bezig geweest. Toch het idee van minder kunstmest te gaan gebruiken en zorgen dat de kwaliteit van de drijfmest goed in orde is. Dat je dan dus minder kunstmest hoeft te gebruiken om toch dezelfde resultaten te halen. Chris is getrouwd met Anja en samen hebben ze 3 dochters, waarvan Ilse meewerkt op het bedrijf. Ja, ik vind het fijn om 2 keer per dag in de melk zat te staan, de koeien allemaal te zien. Kan ik zien of ze gezond zijn, of er iets aan de hand is. En dan weet ik dat het belangrijkste werk 's morgens en 's avonds weer gedaan is. Ze hebben 50 melkkoeien en 40 stuks jongvee. En ze verkopen de melk ook aan het bedrijf. En dit is hem. 2 liter verse melk. Voor een goede hygiëne in de stal gebruiken ze Healthy Box Powder. Wij gebruiken ook Healthy Box Powder. Dat strooien we 's morgens en 's avonds strooien we in de boksen, zodat de boksen beter droog blijven. Maar belangrijk is natuurlijk het rantsoen. En dat begint al bij het jongvee. De kalveren krijgen bij ons 's avonds ook de impact. En dat doe ik door de melk. En dat is ook eigenlijk meer om minder diarree. En dat dan merk ik ook wel dat dat voordeel heeft. De koeien krijgen naast impactpoeder sinds enkele jaren ook C-crop, wat verdund met water bij het rantsoen kan worden gegeven. De gezondheid van de koeien is ook wel goed. Dus we kunnen de koeien 1 of 2 lactages langer mee laten gaan. Ja, dat scheelt dan weer gelijk in opvoerkosten van jongvee. En we hebben minder jongvee, minder een laag vervangingspercentage. We proberen al in het totale rantsoen het ruwe-eiwitgehalte onder de 150 te houden. Dat sowieso. Dus we maaien ook wel later om meer structuur in het gras te krijgen. En we proberen op ureumgehalte te melken ook. Voor ons is een ideaal ureumgehalte tussen de 15 en 20. Dan heb je het minste verlies van stikstof. Dus wat er niet verloren gaat, komt ook niet in het milieu. Chris wil zijn weilanden ouder laten worden en niet meer omploegen. Want de bovenste teelaarde is het meest vruchtbaar. Hij streeft naar een hogere organische stofgehalte in de bodem. En dat lukt hem goed. Want het varieert nou bij ons van het laagste was iets van 6 en de hoogste is 11. En dan op zandgrond. Kijk, een hogere organische stof wil ik zeggen dat de grond beter water vast kan houden en minder last heeft van verdrogen. Wij berekenen hier ook niet, dat doen we ook bewust. En je moet er tegen kunnen, daardoor gras ook wel eens wat anders kleurt. Maar ondanks dat wij heel veel bewijten ook, hebben de koeien eigenlijk de afgelopen jaren eigenlijk heel goed, of tenminste redelijk goed aan de gang kunnen houden met bewijten. Dus. Een hoger organische stofgehalte in de bodem en melken op een ureum van tussen de 15 en 20 geeft weinig verlies van stikstof. Dus ook minder uitspoeling van nitraat naar het grondwater. Het waterschap Brabantse Delta heeft op het bedrijf het grondwater gemeten en kwam tot een opmerkelijk resultaat. Ja, het waterschap heeft hier gemeten en ook het nitraatgehalte van het grondwater. Ja, en dat kwam maar uit maar 1 milligram. Dus dat was heel laag. En terwijl dat hebben ze ook een monster genomen van het oppervlaktewater. En het fosfaatgehalte bleek ook heel laag te zijn. Het nitraatgehalte in de oppervlaktewater is ook heel laag. Het begint eigenlijk al bij de koe. Die produceert al een betere kwaliteit drijfmest. En de betere kwaliteit drijfmest wil zeggen beter bodemleven. En we hoeven minder kunstmest te gebruiken om toch dezelfde opbrengsten te genereren. Het ziet er goed uit, hè, deze? Hartstikke goed. Ik wil zeggen, beter kan niet.